Een hele goede, fijne podcastmorgen. Een hele speciale podcastmorgen. We zitten zowat in de extreemste week van 2020. En dat kan tellen, wetende waar dat we al doorgegaan zijn. Dus ik ga van deze podcast ook een speciale maken. Een speciale maken om even te laten horen en voelen waar dat het nu net om gaat. Waarom dat deze week nu zo speciaal is. We weten dat het trio van planeten Saturnus, Jupiter en Pluto heel het jaar in steenbok hebben gestaan, hebben elkaar over en weer zien gaan, af en toe onderrondjes gedaan, dan nog eens een extra onderrondje met de planeet Mars erbij. Ook Venus heeft dit jaar haar onderrondjes gemaakt, haar innerlijke stukken geheeld. Ook Mars heeft dat gedaan. En die drie grote loebassen, Saturnus, Pluto en Jupiter, die hebben eigenlijk 2020 gemaakt wat dat het is. Een heel restrictief jaar, een heel ingetogen jaar van enorm veel beperkingen, van naar binnenkeren, van onder druk gezet worden op extreme manieren. En dat bereikt zowat deze week zijn climax. En dat is o zo boeiend. Dus ik wil met jullie even bekijken wat dat nu allemaal wil zeggen. Wat dat steenbokprincipe is en wat dat watermanprincipe is en ook een klein beetje wat dat boogschutterprincipe is. Want die drie tekens, die hebben heel veel impact op deze moment. Dus we zitten momenteel, nu nog, zitten we met de zon in boogschutter. En dat wil zeggen dat eigenlijk de dagen aan het korten zijn. En dat we eigenlijk vlak voor een winterperiode staan. De planeet die daarbij boogschutter hoort, is Jupiter. En Jupiter staat momenteel nog, vandaag nog, staat nog in steenbok. En die heeft daar een jaar vertoefd. Het teken steenbok is voor Jupiter een hele lastige. Want Jupiter is de planeet van groei en expansie. En steenbok en zijn planeet Saturnus zijn eigenlijk de archetypes van beperkingen en van contractie en van druk. Dus Jupiter onder druk zetten, die eet daar niet graag. Die wordt daar een klein beetje ambetant van. Dus die druk dat we voelen, die kwam niet alleen van Saturnus, niet alleen van Pluto, maar ook van Jupiter. En Jupiter die staat daar nu een jaar in steenbok. Saturnus stond er 2,5 jaar. En Pluto staat er al sinds 2008 en zal er staan tot 2025. Dus die drie cycli die komen al bij elkaar. Saturnus, de volgende planeet, die sinds gisteren is die eindelijke teken steenbok uitgestapt. Dus eindelijk is die zijn eigen teken uitgestapt. Misschien dat mensen dat gevoeld hebben, misschien ook niet. Maar
er moet toch wel ergens een gevoel geweest zijn dat anders was als de vorige dagen. Ik ga er zelfs even op terugkomen. En Saturnus, die is sinds gisteren al in waterman gestapt. Dus daar hebben we ons derde teken. Jupiter zal dat morgen doen. Dus Jupiter zal morgen in waterman stappen. En beide zullen op de exactezelfde positie staan, dus zullen echt samen staan op de 21ste maandag op de winterzonnewende. En wat is nu die winterzonnewende? De winterzonnewende, dat is wanneer de zon het astrologische teken boogschutter verlaat en naar het astrologisch teken steenbok gaat. Dat is het begin van de winter. En het begin van de winter laat in dat we op het donkerste stuk van het jaar zitten. Dat wil zeggen dat we de minste zonneuren hebben. En een klein extraatje erbij, van 21 december tot 25 december, dat zijn de drie donkerste dagen van het jaar. En dat noemen ze in de mythologie de drie dagen der duisternis. Ik wil het er even bijvoegen, omdat je in heel veel verhalen hoor je drie dagen van duisternis. En dat zijn de dagen tussen 21 en 25 december. Want vanaf 25 december gaan de dagen terug beginnen lengen. Dat wil zeggen dat de zon terug meer minuten, uren krijgt. Dus de zon wordt teruggeboren op de 25ste. Dus tussen de 21ste en de 25ste zit er eigenlijk een bepaalde donkerte, een bepaalde stilte, een niets. Het zijn allemaal anekdotes en verhalen die dat je straks gaat zien samenkomen. Dus op dat moment, net op dat moment, zal de planeet van boogschutter, Jupiter, en de planeet van steenbok, Saturnus, zullen die nu net toevallig samenkomen op de nulste, maar dat klinkt niet, hè? Tussen 0 graden en 1 graad waterman. En dat is ook een heel symbolisch stukje. Want toevallig, het valt ons toe, is niet zomaar. Waterman is ook het teken van het toevallen, van de toevalligheden, van de synchroniciteiten. Dus er zit een heel mooie symboliek achter. Oké, ik ga mijn verhaal verder zetten. Het lijkt wel een kerstverhaaltje. Vanuit boogschutter stellen we ons doelen. Dus we hebben de laatste 30 dagen hebben we eigenlijk doelen kunnen stellen. Hebben we eigenlijk nieuwe stukken kunnen bedenken, nieuwe ideeën kunnen bedenken en daar eigenlijk pinpoints zetten van, ah ja, dat willen we nog doen en dat willen we nog doen en dat zou wel kei tof zijn en die visualisatie hebben we gezien. Dat is het... De filosofie, de levenswijsheid ervan.
Super fijn natuurlijk. Bij boogschutter komen de mooiste ideeën, de meeste ideeën en alles kan en niks moet. Met een overstap naar steenbok is die vrijheid, wordt die beperkt. Want alles kan en niks moet, tja, dan krijg je ook niks gedaan, zegt de steenbok. Dus we hebben een plan nodig. We hebben discipline nodig. We hebben begrenzingen nodig, want te veel mogelijkheden, daar raakt het ook niet wijs uit. Dus steenbok gaat dat allemaal compresseren, die gaat dat allemaal in een plan steken. Al die wereldse ideeën gaat steenbok in een plan steken. En dat is onze berg dat we gaan beklimmen. Dat is eigenlijk effectief de weg dat we gaan belopen, stapje voor stapje omhoog. En dat is zware kost, dat is hard werken, dat is discipline, dat is blijven doorzetten, dat is zien dat je niet naar beneden valt. Dus dat is hard labeur. Maar zo manifesteer je ook dingen. Zo ga je ideeën in 3D omzetten. Dat is het doel van steenbok. Dus die neemt de ideeën van boogschutter en die geeft daar vorm aan. Die maakt daar een bouwconstructie van. Die fundeert dat en die gaat daaraan bouwen. En als die steenbok tot aan de top gekomen is, dan heeft hij zoiets van, yes, dit is mijn succes. Hier heb ik het gemaakt. De steenbok heeft het gemaakt. De steenbok is meester geworden over de driedimensionaliteit, over de materie. Dus als je hoort dat steenbokken succesvolle mensen zijn, of in ieder geval mensen die streven naar succes, dan heeft dat te maken met dat meesterschap over de materie. Maar dan zitten we eigenlijk op het laatste van steenbok. En dan hebben die de top bereikt. En dan staan ze daar op het toppeke van een berg. En wat dan? Want dan heb je het bereikt, dan heb je het gemaakt. Maar is het dat dan? Al wat je kan maken, al wat je kan bereiken, is dat voldoende voor een mens? Onder het motto, je staat daar van boven op de top en je zegt, the sky is the limit. En dan komt Waterman en die zegt, nee. Je kunt veel verder gaan dan de sky. En dan krabt Steenbok even in zijn haar en dan denkt je, oh my god, van nu weer. En Waterman, die gaat verder. Waterman gaat verder als het bereikt hebben in de materie. Dus Waterman wil de grenzen verleggen van de dingen die dat er al zijn. Voel hem komen. En Waterman kan dat op verschillende manieren doen. Waterman kan dat doen door inderdaad de kosmos te verkennen, want dat ligt boven de berg. Dus alles wat daar buiten het aardse valt, is ook Waterman. Dus het buitenaardse is ook Waterman. Dat heeft te maken met astronomie, astrologie. Alles wat buiten het aardse valt, valt onder Waterman. Maar alles wat buiten de reeds gemaakte ideeën, valt ook onder Waterman. En dan heeft dat te maken met ontdekkingen doen, met experimenten doen, zodanig dat je iets nieuws hebt.
Dus dat heeft met wetenschap te maken. Dat heeft met uitvinders te maken. Dat heeft met genieën te maken. Dat het brein, dat het idee dat in Boogschutter verwezenlijkt is in Steenbok, nog vergroot wordt en nog uitgebreid wordt. Zodanig dat we in een nieuw stuk zitten dat we nog nooit gezien hebben. Dus nieuwe denkpatronen, nieuwe ideeën, vernieuwde dingen die dat er nog nooit geweest zijn. En daar komt die toevalligheid bij kijken, of die synchroniciteit. Want iets dat er nog nooit geweest is, kunnen we ook niet voorspellen. Want als we het kunnen voorspellen, dan hebben we het idee al gevat. Voor diegenen die nu niet meer mee zijn, kunnen het misschien nog eens even terugspoelen en dan komt het wel. Waterman is ook soms moeilijk te vatten, moeilijk te pakken, omdat het vernieuwend is. Maar daarom niet saai. Want ook Waterman gaat verder dan Steenbok gaat. En als Steenbok bovenop zijn berg aan het bekijken is wat dat hem allemaal gezien, gemaakt en gedaan heeft, gaat Waterman terug van de berg. En die gaat die kennis en al die dingen dat hem gemaakt heeft, dat hem in succes gezet heeft, dat hem gemanifesteerd heeft, gaat hij naar beneden verdelen in groep. Gaat hem delen met de groep. En daar komt het humanitaire van Waterman naar boven. Heel mooi, want Waterman is de waterdrager. Dus die brengt het water, brengt die naar gelijkgestemden, naar anderen. Naar groepen en meestal grote groepen. En dat is zowat de, een van de mooiste stukken waar dat ook Waterman voor gekend is vanuit de jaren 60 al. Het humanitaire, het spiritueel humanitaire. Van de mooie ideeën van community naar beneden te brengen. En dat we allemaal vanuit ons individu kunnen gaan samenwerken. Vanuit ons innerlijke genie kunnen gaan samenwerken. Dat is een hele mooie vorm. Maar je hebt mij gehoord, dat is niet de enige vorm. Er zit wetenschap bij. Er zit buitenaardse gedeelte bij. En wat dat er ook bij zit, en dat wil ik er zeker en vast bij zeggen, omdat ik echt wel alle stukken van Waterman wil belichten, is, je kunt ook verder gaan dan het toppen van die berg en het gemaakt hebben. En je kunt ook andere mensen voor u dingen laten maken. En ook dat is Waterman. Andere mensen voor u laten werken. Andere mensen het voor u laten oplossen. Het delegeren. Delegeren vanuit een heel afstandelijk stuk, waar dat je eigenlijk geen connectie hebt met mensen. Dat is de andere zijde. En net zoals alle tekens, heeft Waterman een tegenpool. En dat is leeuw. En dat is die hartskracht, die hartsverbinding. Dus, willen we het beste uit Waterman halen, zullen we ons hart erbij moeten nemen. Voelt het Waterman-principe aan? Daar stappen we in op deze winterzonnewende. Samen, gisteren al Saturnus, dus de planeet van manifestatie, van het maken, van het echt wel degelijk in het hier en nu brengen, gaat in Waterman en gaat het daar in het hier en nu brengen, het nieuwe in het hier en nu brengen, het vernieuwde, het humanitaire,
al die dingen dat ik het juist opgenoemd heb, gaat Waterman door Saturnus gaan manifesteren de komende 2,5 jaar. Maar morgen volgt Jupiter. En weet je nog, die van de ideeën? Die van de grootste ideeën, die van het avontuur? Moest Saturnus alleen in Waterman gaan, dat is nogal saai. Dat is zwaar. Dat kan zwaar overkomen, dat kan hard werken zijn. Om nieuwe dingen tot stand te brengen. Maar nu dat Jupiter erbij komt, gaat hij eigenlijk er een hele frisse wind in geven. Want Jupiter is diegene dat gaat exploreren, gaat avontuurlijk ideeën naar buiten gooien en liefst veel ideeën, heel veel mogelijkheden. En Waterman gaat die allemaal willen experimenteren. Gaat allemaal zoiets hebben van, dat idee, we gaan eens zien of dat lukt. En dan gaan we over naar alles kan. Niks moet, maar we gaan toch proberen. We hebben het nog niet gedaan, dus dat gaat wel lukken. Jupiter in Waterman is het Pippi Langkous effect. Hoe zot dat je het ook kunt bedenken, we gaan dat gewoon proberen. Samen met Saturnus komen ze dan op de winterzonnewende samen, dus beide in hun kracht, want de zon komt van boogschutter naar steenbok. Ja, dat is toch wel vrij krachtig. Nu, al die dingen dat ik vandaag al gezegd heb, dat zijn bepaalde cycli. En dat begint met kleine cycli van een jaar, maar dat zijn er ook grotere van 10 jaar, van 20 jaar, van 30 jaar, van 400 jaar, van 800 jaar, van 1000 jaar. Het houdt niet op. Dus al die cycli komen nu bij elkaar. Ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, dit is het begin van het Aquarius-tijdperk. Misschien, misschien ook niet. Ik weet dat niet. Je kan dat lineair heel moeilijk stellen. Dat het er in ieder geval een pushje naartoe is, ja. Voor mij waren de jaren 60 ook al een klein pushje. 60, 70, het eerste pushje daarom niet. Want zelfs Carl Jung had het daar al over. Dus ze zijn al langer met dat Aquarius tijdperk bezig. Maar laat ons zeggen dat deze toch wel een hevige push is naar die energie, naar die Aquarius-energie. En dat is een cyclus van 2000 jaar. Van 2160 jaar, om juist te zijn. Die overgang, dat gaat sowieso een klein beetje fluctueren. In mijn ogen. Maar ik zeg het, iedereen doet zijn ding daarmee. Iedereen voelt wat dat hem daar in voelt en hoe dat hem dat interpreteert. Dus gaan we daar al voorproefjes van krijgen? Oh ja, het hele jaar dat komende is. Maar daar gaan we misschien eens een andere special rond doen. Dit zijn de eerste stukken. Dat wil zeggen dat we toch rond die 21ste wel wat gaan voelen, gaan zien bij onszelf, buitenaf in de maatschappij. Misschien wel wat berichtgeving krijgen dat niet met het aardse te maken hebben. Misschien ontdekken ze wel iets nieuw buiten, alhoewel dat ik me afvraag wat valt er nog nieuw te ontdekken, want ondertussen staat de kosmos al wel heel schoon uitgemapt. Er valt altijd wel iets nieuws te bedenken. Maar er komt wel wat nieuw. En moest het nog niet genoeg zijn, die 21ste?
krijgen we dan ook nog een paar extra toetsjes van andere planeten die dat er nog een schepje bovenop doen. Ook dat is geen toeval. En wat is dat? De maan op het moment van de conjunctie, van het samenkomen van Jupiter en Saturnus, staat de maan op Neptunus. Neptunus, het al wat dat er bestaat, dat is nog een stapje verder als Uranus, dat is nog een stapje verder als Waterman. Staat de maan op Neptunus en op die moment gaat die stilletjes aan verder, want zowel Jupiter als Saturnus zijn trage planeten, dus die conjunctie die duurt wel wat. En dan gaat de maan net in ram. Dus op 0 graden ram, terwijl dat de zon op 0 graden steenbok staat, samen met Mercurius. En de maan maakt dan vanuit ram een moeilijke verbinding met de zon in steenbok. En Mercurius, die eigenlijk achter de zon verschuild zit. Mercurius steekt in de astrologie de zon voorbij, maar als we het in de kosmos bekijken, staat Mercurius achter de zon. Dus wij kunnen Mercurius niet zien. Hij is er, maar hij wordt eigenlijk volledig verblind of verbrand door de zon. Dat wil zeggen dat we misschien al eens zonder woorden kunnen vallen. Dat we het even niet meer weten. Maan Neptunus is ook een desoriëntatie. Stevig. En tegelijkertijd gaat ook Venus een iets mooiere verbinding maken met Chiron. Er is keiveel aan de gang. En we gaan het niet kunnen pakken. We gaan het niet kunnen vatten. Het gevoel gaan we niet kunnen vatten. Ik vind dat een hele belangrijke. Want uw kop erover breken, en let op mijn woorden, uw kop erover breken, heeft echt geen zin. Want het is iets nieuws. Het is volledig nieuw. Hetgeen dat we gaan voelen, is nieuw. Dus waarom uw kop erover breken? Je kunt dat niet begrijpen, want het is nieuw. Oké. Als al die emoties in de komende week voorbij komen, herinner er u even aan, al wat we vanaf nu gaan tegenkomen, wat we niet kunnen begrijpen, wat we niet kunnen vatten, hoort bij dat Waterman-gedeelte. En dan heb ik nog een heel mooi verhaal daar rond. Het is een heel verhaal vandaag. Waterman, als je dat teken bekijkt, dat zijn twee golfjes boven elkaar. Dat zijn zo twee piekjes boven elkaar. En heel logisch zou je dan kunnen zeggen, hè, logica, lineair brein, oh ja, dat zijn twee watergolven van de Waterman. Nee, dat zijn twee energiegolven van de kosmische energie die Waterman met zich meebrengen. En die lopen parallel. Twee energiegolven dat parallel lopen, dat noemen we synchroniciteit. Dus, als het uw logische brein het niet kan vatten, laat uw brein dan zoeken naar synchroniciteiten, naar energieën die parallel lopen. En dan ga je stilletjes aan uw brein kunnen openbreken, om het te vergroten, om het te verruimen en om te zien wat er tot hiertoe nog niet gezien geweest is. Vandaar dat Waterman ook met het derde oog gelinkt staat. Dus de dingen kunnen zien en weten dat je nog nooit gezien en geweten hebt.
Dat zijn de ingevingen, de aha-momenten, de ping. Dat zijn de stukjes die dat die energie naar boven brengt. Dus is dat boeiend? Ik vind dat geweldig boeiend. Is dat beangstigend? Waarschijnlijk wel, want alles is nieuw. Alles is veel gezegd, maar er gaat heel veel nieuw zijn. Dus hoe gaan we daarmee om? Ook Saturnus heeft met angst te maken. Het tekent steenbok door dat die zodanig verdicht zitten in materie, zit daar ook angst om loslaten, angst om uit die materie te stappen, om een stapje verder te doen, om grenzen te verleggen. En daar zit steenbok dan tussen twee goede tekens, waar dat Jupiter en boogschutter zoiets hebben van, kom aan, weg met die grenzen. En waterman heeft zoiets van, welke grenzen? Boeiend, hè? Ik hoop dat ik voldoende kunnen aanreiken heb op dit moment over de energieën dat er zich spelen. Ik ga nog kort verder naar 23, 24 en 25 december, want ook dat is een stukje van de week. Het zal een beetje in de schaduw staan van de 21ste. Maar het is wel een energie dat verder loopt. Dus die energie moet nog wel op gang komen. Dus mensen, ik zou zeggen, geef jezelf de tijd en vooral de ruimte, de ademruimte. Want waterman is het teken, een luchtteken, dus heeft met ademen te maken. Geef jezelf de ademruimte om in rust en stilte verder te kijken dan uw neus lang is. Gaat de maan in conjunctie gaan met Mars in Ram. Dus dat wordt nog even een diepe, moeilijke energie. Heel veel vuur, heel veel kracht dat naar boven komt. En die twee maken dan een exact vierkant, gelijk dat wij noemen, een exacte moeilijke verbinding met de planeet Pluto in steenbok. Dus we worden dan weer met ons kracht in de diepte getrokken. En dat heeft eigenlijk te maken met ons innerlijke kracht naar boven te halen. Met ons moed naar boven te halen. Met onze eigen strijder naar boven te halen. Om die vrijheid en die ruimte van waterman op te eisen. Dus rond en vooral voor Kerstmis gaan we dat toch wel voelen, zo van, we gaan nu niet te ver gaan. Het kan zijn, je voelt dat nu al afkomen, dat de restrictie een beetje overdreven wordt en dat mensen eigenlijk naar hun innerlijke kracht dienen te gaan om hun eigen vrijheid op te eisen, om hun eigen ruimte op te eisen, om grenzen te durven wegduwen. En dan de 25ste komt de maan in stier. En dan zou ik zeggen, oef, een beetje een rustige periode. Want de maan in stier is gezelligheid, is rustig samen eten, is genieten van al wat dat mooi en aangenaam en kwalitatief is. Maar tegelijkertijd zal die maan op de planeet Uranus botsen, met de zwarte maan erbij. Die planeet van waterman. Dus we denken dan wel dat we Kerstmis even in de gezelligheid kunnen doorbrengen, en plots en onverwacht is daar weer zo iets dat binnenvalt, dat je denkt, nee, echt? Of misschien net een verrassing, dat kan ook. Uranus
brengt verrassingen. Of dat die positief of negatief zijn, dat is aan u om te beslissen of om te ervaren. Maar verrassingen brengen het. Dus zijn het aangename kerstsurprises of zijn het minder aangename kerstsurprises? Who knows? Tegelijkertijd vormt het ook wel een mooie driehoek met de zon in Steenbok. Dus dat is dan weer een positief nootje. Dus misschien al bij al zijn het wel positieve verrassingen dat we krijgen. Who knows? Want ook weer, nieuwe dingen, verrassingen, plotse inzichten, kunnen niet voorspellen. En om dan even de cirkel af te sluiten, en dat is de reden waarom dat ik zoiets heb van ik weet niet wanneer dat het Waterman-tijdperk begint, is als Waterman niet te voorspellen valt, hoe kunnen we dan weten wat dat het gaat brengen? We zullen het moeten ondervinden. We zullen ermee moeten gaan experimenteren. En dat wil zeggen dat we ons eigen genie een beetje naar boven moeten halen. Dat we ons eigen creativiteit naar boven moeten halen. Dat we ons eigen brein een beetje moeten openbreken. En ons derde oog dienen open te stellen. Even verder kijken dan wat dat er hier en nu is. En even afstand nemen. Stapje achteruit zetten. Observeren en kijken wat nu. Met wat gaan we nu eens een keer experimenteren? En daarbij wil ik eindigen en jullie allemaal een heel fijne kerstperiode, zonnewendeperiode wensen. Volgende week zie ik jullie terug. Op kerst. Ik ga gewoon door. Misschien niet zo vroeg als nu. Het hangt er een beetje vanaf. Laat dat ook een verrassing zijn. En ik zou zeggen, haal de mooie kwaliteiten van Waterman boven. Ga experimenteren in community. In gelijkheid, in gelijkwaardigheid. En dan komt dat toch allemaal goed. Tot volgende week.